Als je wilt werken bij een supermarkt, hoe pak je dat dan aan? Ik heb zoveel vragen gekregen van mensen die tips willen over het werken in een supermarkt, dat ik er toch maar een keer een video van gemaakt heb. En die video ga jij nu bekijken. Ik ben Judith Schoorlemmer en ik ben sollicitatiecoach. Ik werk heel veel met 50-plussers om deze mensen te helpen een baan te vinden. Maar ik heb zoveel vragen gekregen van jongere mensen, trouwens ook wel van 50-plussers daarbij, die bij een supermarkt willen werken. En het wordt zoveel gegoogeld dat ik dacht: ik ga daar gewoon een video over maken. Dus ga ik jou dat in deze video vertellen, hoe je dat aanpakt en waar je mee te maken krijgt. Oké. Okay. De eerste stap begint eigenlijk bij jezelf. Bij welke supermarkt wil jij werken? Natuurlijk lijkt het werken bij de verschillende supermarkten op elkaar, maar er is wel verschil. En de, de, de keuze die de meeste mensen maken als ze bij een supermarkt gaan werken, is dat het lekker in de buurt van huis is. En dat is ook gewoon slim. Ga kijken welke supermarkten er bij jou in de buurt zijn. Ga kijken naar de openingstijden, wanneer zijn ze open. Dat verschilt nogal wel eens van plaats tot plaats. Uh, en dat bepaalt natuurlijk ook jouw werkuren. Dus ga dat eerst eens onderzoeken. Bij welke supermarkt wil je werken? Uh, waar is deze supermarkt? En daar ga je je op richten. En als je dan weet bij welke supermarkt je gaat solliciteren, ga je de boel even onderzoeken. Je gaat de website bekijken. Op de websites van bijvoorbeeld Albert, Heijn en Jumbo is echt heel veel te vinden voor je als je er zou willen werken. Dus ga even kijken wat er is op de websites. En um, vaak is er ook wel een sollicitatieformulier te downloaden van die sites. Niet altijd. En als dat niet zo is, dan bel je gewoon even naar de supermarkt. Je zegt dat je overweegt om te solliciteren en je vraagt om een sollicitatieformulier. En als je dan dat formulier binnen hebt gekregen, dan ga je het invullen. Vaak kan dat ook wel online via de e-mail. Soms moet je het gewoon handmatig invullen, moet je meenemen naar de supermarkt. Dat is weer per supermarkt verschillend. Vul het goed in, denk na over je antwoorden. En ga dat formulier of via de e-mail sturen. Dat is maar wat ze willen, dat zetten ze er altijd bij. Of je brengt het zelf even naar de supermarkt. En als je geluk hebt, dan mag je op gesprek komen. En als je op sollicitatiegesprek mag komen, dan zijn een paar dingen wel even belangrijk. Let erop wat je aantrekt bijvoorbeeld na dat gesprek. Je hoeft echt niet in drie delen grijs op een sollicitatiegesprek. Een leuke spijkerbroek en een t-shirt of een trui is helemaal prima. Let er wel op dat je kleding schoon is, want dan zie je er gewoon verzorgd uit. En zorgt er ook voor dat je niet helemaal vol met uh, gaten zit, je broek, je broek dan. Als je er gewoon netjes verzorgd uitziet, dan is dat helemaal oké. Okay. Natuurlijk ben je zenuwachtig als je op sollicitatiegesprek mag. Dat is iedereen en dat is ook oké. Okay. Het zorgt ervoor dat je scherp bent en dat je goed kunt luisteren over het algemeen. Maar maak het niet al te groot. Het is tenslotte maar een sollicitatiegesprek en je moet het vaak wel heel bond maken om daarop afgewezen te worden. Maar toch heb ik nog wel wat tips. Begin bijvoorbeeld met je telefoon. Die moet even uit of op vliegtuigstand. Want als je steeds gestoord wordt door allerlei piepjes en bliepjes uit je telefoon, dan maak je niet zo'n goede indruk. En daarbij kun je jezelf dan ook gewoon niet zo goed concentreren. Dus uit die telefoon. En als je nou ook nog een beetje weet wat voor vragen er gesteld worden, ja, dan kun je je goed voorbereiden. En daar ga ik je dus ook mee helpen. Er zijn een paar vragen die heel vaak gesteld worden als je solliciteert bij de supermarkt, meestal. Is het gesprek wel even apart in een, een kantoortje bijvoorbeeld? Maar stel je daar natuurlijk niet al te veel van voor. En dat is ook prima. Er wordt vaak als eerste vraag gesteld, hoeveel uur wil jij werken per week? En denk daar dus van tevoren over na, zodat je ook een goed antwoord hebt. Als je voor één of twee uurtjes per week gaat, denk ik niet dat je veel kans maakt, want daar hebben ze natuurlijk niet zo heel veel aan. Denk er dus van tevoren goed over na of, of dit jouw hoofdinkomen gaat worden, of dat je het als bijbaan wilt hebben of als vakantiebaan bijvoorbeeld. Denk daarover na en weet dus ook hoeveel uur je minimaal wilt werken en hoeveel uur maximaal. En daar hoort natuurlijk ook bij dat je, wilt, dat je weet um, op welke dagen je wilt werken of misschien niet wilt werken. En um, de openingstijden zijn natuurlijk wel verschillend van supermarkten. Dus denk daar ook over na. Welke dagen wil je wel werken en op welke dagen zou je echt niet willen werken? Dan kun je dat van tevoren aangeven. Vaak wordt er ook gevraagd, en dat is best wel lastig voor sommige mensen, wat jij je voorstelt van het werk. Dus hoe denk jij dat het werk in een supermarkt eruit ziet? Nou. Je kunt met je mond vol tanden gaan zitten, maar je kunt ook gewoon goed, jezelf goed voorbereiden en een goed antwoord geven op deze vraag. En als je het eigenlijk niet weet, als je eigenlijk denkt, ik zie ze alleen maar kletsen eh, wanneer ze de, de vakken vullen bijvoorbeeld, dan is dat natuurlijk niet zo'n geweldig antwoord. Maar ga er wel vanuit dat ze het vragen, want ze willen wel een klein beetje weten waarom jij daar solliciteert en wat ze straks. Aan jou gaan hebben. Ben jij iemand die de handen uit de mouwen wil steken? Of ben je iemand die het gewoon gezellig vindt om met je vrienden of vriendinnen uh, lekker daar aan het werk te gaan en een beetje te kletsen af en toe? Dus ze willen dat wel weten. En als je daar nou een heel goed antwoord op wilt hebben, ga dan gewoon eens even praten met iemand die je al kent, die ook in de supermarkt werkt. Die zijn er echt genoeg. Ga eens even vragen. Wat doe je nou zo'n hele dag? Wanneer heb je pauzes? Wat zijn je werktijden? Hoe wordt verteld? Hoe word je ingewerkt? Hoe wordt verteld wat jij moet doen? Nou, als je dat vraagt en je slaat het op en je onthoudt het. Dan kom je heel goed voor de dag als je het sollicitatiegesprek gevoerd, Want dan kun jij gewoon zeggen hoe, hoe jouw voorstelling daarvan is. En die zal waarschijnlijk ook wel kloppen dan. En wat? Echt een rotvraag is voor veel mensen. Dat is de vraag: waarom wil jij hier eigenlijk werken? Ik kan me voorstellen dat dat een rotvraag is, want je wil gewoon wat bijverdienen als je het tenminste doet als bijbaan of als vakantiebaan. Maar toch is het wel belangrijk om hier antwoord op te kunnen geven. En als ze je die vraag nou gaan stellen: waarom wil je hier werken? Dan kun je bijvoorbeeld zeggen: het lijkt me onwijs leuk werk. Um, ik ken de mensen hier in het dorp, dan kom ik die ook weer tegen en als klant. Dat vind ik leuk om met klanten te werken. Um, en ik wil wat geld bij verdienen. Ik heb nog geen diploma's, dus het is lastig om nu een ander soort baan te vinden. En dit lijkt me gewoon hartstikke leuk. Zo simpel is het antwoord en zo simpel kan het ook zijn. Dus vertel gewoon wat je er zelf van vindt. Dan hoef je ook niet te stotteren en dan kom je gewoon hartstikke goed over. Nou, volgens mij kun jij hier wel verder mee. Als je nog vragen hebt over het werken in een supermarkt, uh, mijn e-mailadres is info@sollicitatiehulp.org. Ik help je natuurlijk altijd graag en het staat ook die link staat ook in de beschrijving. Wil je nou mijn 10 allerbeste sollicitatietips zien over hoe je een cv maakt of een brief schrijft of je LinkedIn profiel maakt? Dan staat ook in de beschrijving van deze video een link naar mijn 10 allerbeste sollicitatietips. Ik wens jou heel veel plezier met het werken in de supermarkt. Fijne dag.